Doelman Herjurius uitlicht ervoor, keert terug bij zijn oude liefde de Graafschap. Wordt hij daar de eerste doelman? En de goudjakhals is gespot in Ruurlo. Zometeen hoort u waarom dat heel bijzonder is. En we gaan het hebben over boze schippers die actie voeren. Dit is de Week van Gelderland. Ja, goedenavond. Voor zonliefhebbers was het een fantastische week. Maar de extreme droogte heeft ook consequenties. Bijvoorbeeld voor de Schotse hooglanders op Telet. Het is enorm droog. Het is al jaren niet meer zo droog geweest. Af en aan wordt er gereden naar de drinkpoelen voor het wild op de Veluwe Zoom. Niet dat ze al droog staan, maar het gaat wel hard met het weer. Ieder half uur krijgt deze poel op Telet er 7000 liter water bij. En dat gaat nog wel even zo door. Nou, het zo extreem droog is, dan wel 3-4 dagen achter elkaar doorrijden. En dan als het niet gaat regenen, dan, ja, dan moet het over een dag of 5-6 moet je wel weer beginnen. Ja, vrijdag 29 juni, het is zonnig en droog. En dat hebben we de afgelopen weken keer op keer gehoord van de mensen van de meteogroep uit Wageningen. Bij mij in de bar Alfred Snoek van de meteogroep. Dat gaan we de komende tijd ook nog even horen, hè? Daar ziet het wel naar uit, ja. De veranderingen zijn minimaal de komende dagen. Sterker nog, misschien dat het in de loop van de week zelfs nog iets warmer wordt. En dat het af en toe 30 graden gaat worden. 30 graden en ook de nachten worden warmer, hè? Ja, maar het zijn nog niet directe plaknachten zoals we die wel eens vaker hebben gehad. Ik denk dat dat nog wel meevalt. Alhoewel, ja, een paar graadjes erbij en dan heb je het wel te pakken. Dus ja, het is warm. Het is lekker als het een beetje afkoelt 's nachts, hè? Ik denk dat dat altijd wel lekker is, ja. En dat, nou, komende nacht bijvoorbeeld lukt dat ook nog wel een graadje of 13, 14. Dus ja, dat zijn nog wel slaaptemperaturen. Ja, het is al heel lang warm, zonnig en droog. Ik zei het al, hè, voor de zonliefhebbers is het fantastisch. Maar dat kan ook voor problemen zorgen, hè, dat extreme weer. Ja, nou, het valt op zich nog wel mee, de droogte. Je ziet dat er eerder deze maand toch wel wat buien nog her en der zijn gevallen in Gelderland. Het is ook niet zo dat we de droogste juni of wat hebben dit jaar. Maar het begint wel ergens naartoe te werken. Ik dacht dat we een record verbroken hadden al. Nee, dat nog niet. Nee, we hebben toch wel wat buien gehad dit voorjaar. Er zijn jaren geweest waarin het veel droger is geweest. Alleen wat we net ook al hoorden. Het is een paar jaar geleden dat het zo droog is geweest in deze tijd van het jaar. Een paar jaar geleden, waar moet ik dan aan denken? Ik zit te denken aan 2011, 2006, 2003 was natuurlijk een heel berucht jaar. Ja, dat zijn jaren waarin er ook heel weinig regen is gevallen. 2011 bijvoorbeeld, dan sloeg het wel in juni geloof ik al wel weer wel om. Ja, voorlopig zie ik dat op korte termijn voor dit jaar in ieder geval nog niet. Als we het over extreme droogte hebben, dan hebben we het ook vaak over natuurbranden. Bestaat die kans nu al? Ik zag dat vandaag het risico wel verhoogd was. En dat er dus, je mag niet zomaar meer met open vuur op de Veluwe komen. Geen kampvuurtjes stoken, dat soort dingen. Dus dat zijn de eerste tekenen dat het wel droger begint te worden. Vooral de toplaag. Ik denk dat de bomen, de struiken er nog niet zoveel last van hebben. Maar het is echt die toplaag. Je ziet het gras wat dorer worden. Dat zijn de eerste tekenen eigenlijk. Nou hebben we hier mensen uit Beek vandaag. Die wonen tussen de bossen. Geen vuurtje stoken, hè? Nee? Goed zo. Nee, dat ze dat even meegekregen hebben. Ja. Ja. Eerder deze week zei collega Margot Ribberink, het nationaal hitteplan komt in zicht. Ja. Dat hoor ik dan vaak, hè, als het een lange tijd zo mooi weer is. Maar wat is dat dan en hoe werkt dat dan? Nou, het nationaal hitteplan is eigenlijk in het leven geroepen om ervoor te zorgen dat bij warm weer groepen in de samenleving die daar sneller last van hebben, denk mensen aan een verzorgingshuis, maar ook kinderen op een kinderdagverblijf, dat daar rekening gehouden wordt met het warme weer. Dus wat meer water, als het kan de airco wat harder, dat soort dingen. En dat wordt eigenlijk in stand geholpen door het KNMI. Die gaan als eerste, die maken de weersverwachting, zoals wij dat ook doen in Wageningen. En op basis van hun verwachting, als blijkt dat het 4 dagen op rij 27 graden of meer wordt, dan wordt het hitteplan eventueel in werking gezet. Nou, en op dat moment gaan al die andere organisaties, van het Rode Kruis tot verzorgingshuizen, die gaan allemaal hun protocol in werking zetten.
Wat hoort bij warm weer? Dus meer drinken, niet zo'n jasje aandoen zoals precies. Ik, maar gewoon wat luchtige kleding. Ja. Hè? Ja, ik doe hem straks weer uit hoor. Wat zijn de verwachtingen voor jullie? Want ik hoor al dat het nog heel lang gaat duren. Is dat ook zo? Ja, vanmorgen toen ik op dienst was, zat ik ook echt naar de lange termijn weerkaarten te kijken. En elke keer zie je weer dat er een nieuw hoge drukgebied richting Schotland, Scandinavië trekt. En dat is juist de locatie waar een hoge drukgebied moet liggen om al die regengebieden die normaal op de oceaan liggen op afstand te houden of helemaal naar het noorden te drukken of helemaal naar het zuiden. Ja, voorlopig blijft die luchtdruk daar hoog. En dat betekent dat we 10, 15 dagen misschien wel warm weer hebben. Of het een hittegolf is, gaat worden, dat is nog even de vraag. Want wat een beetje ontbreekt, dat zijn de dagen waarbij het echt 33, 34 graden wordt. Dat zit er de komende dagen niet in. En of het een hittegolf gaat worden, ja, dan heb je 3 tropische dagen nodig. 3 dagen 30 graden of meer. Dat zie jij nog niet. Dat gaat net niet lukken. Maar goed, 7, 28, 29 graden, dat zijn elke keer de dagtemperaturen. Dus het zit er wel tegenaan. Is het nou genieten voor jullie? Ja, wij als weermensen houden wat meer van de afwisseling. Dus wat mij betreft mag er af en toe eens een onweersbui tussen zitten. En ik vind het ook persoonlijk niet erg als er eens een keer een ordinair regendagje tussen zit. Vind ik ook prima. Het wordt een beetje saai voor jullie zo. Ja, hè? Precies. Ja. Het wordt saai om in de radio of in de tv weerpraatjes weer te vertellen. Het is zonnig droog. En 28. Ja, dan ben je klaar. Ik hoor niks anders. Nee, precies. Nou, is het nou zo dat we deze zomers ook de komende jaren kunnen verwachten? Zou zomaar kunnen, ja. Ja. Het idee is dat we zomers krijgen waarin bepaalde weerregimes lang aanhouden. Dat kan dus ook betekenen dat je heel lang juist in de zomer slecht weer hebt. Relatief slecht weer, veel buien, lage temperaturen. Maar als tegenhanger dus ook het weer wat we nu hebben. Langdurig droog, zonnig, warm. Die schommelingen, die enorme tegenstellingen, die gaan we vaker krijgen. Ja, is ik het ga idee. Persoonlijk wel voor saai dan. Ja, dan heb ik het dat niet kan ik me voorstellen. Regen. Ja. En persoonlijk, als ik vrij ben, vind ik het ook prima hoor. Heerlijk naar het zwembad, naar een watertje. Daar kan ik ook prima van genieten. Maar als ik puur kijk naar het weer, als ik aan het werk ben, dan hou ik van de afwisseling. Duidelijk, dankjewel Alfred Snoek. Alsjeblieft. Het blijft nog even warm, dames en heren. Geef hem een applaus. Ja, het kan u niet ontgaan zijn. Deze week wordt er gestaakt in het streekvervoer, maar er wordt op meer plekken gestaakt. Zoals door 24 schippers van de 5 veerponten over de Maas. Ook zij voeren actie voor meer loon en een betere cao. Goedendag, heer. Goedemorgen. Wij voeren in het kader van de actie van de cao, doen we vandaag geen veergelden in. Kijk. Ja, dus dat is sowieso meegenomen dan. Hè? Nou, dan moet je gewoon lekker koffie kopen onderweg. Peer Witsel is al 30 jaar veerpontschipper op de Maas. Met plezier. Kijk eens even om je heen. Je werkt in de schilderij. Toch verdient hij en 23 collega-schippers een loonsverhoging, vindt hij. Onze auto die rijdt ook niet op water. We moeten brood, alles wat duurder. Dus dan zou het ook wel leuk zijn dat we na 8 jaar ook eens een kleine loonsverhoging krijgen. €110 per maand willen ze erbij. Maar zijn werkgever, Stichting de Maasveren, denkt er niet aan. Ik vind dat onze veermannen een net salaris hebben. Het gros heeft een bruto maandsalaris van ruim €2800 in de maand. Los van alle toeslagen die ze daarop krijgen voor 36 uur in de week. Het is niet genoeg. Met de kosten die tegenwoordig pakken ze een liter benzine. Potverdorie, €1,70. Het is toch niet meer normaal? Ja, het is toch niet meer normaal, Kees Bos van FNV Haven. Ze zijn boos, hè, die schippers. Ze zijn het spuugzat. Ze zijn spuugzat, maar het humeur leidt er niet onder. Ze blijven vrolijk. Nee, ze blijven wel vrolijk. Ja, precies, ja. En nou willen ze niet alleen meer salarissen? Nee, ze willen ook vooral een ouderenregeling. Ze willen een tegemoetkomende ziektekosten. Het is best zwaar werk. Ze staan in weer de wind buiten. Dat vergt toch wel wat van je lichaam eigenlijk. Dus je moet bijverzekeren, fysiotherapie. Nou, dat kost allemaal extra geld. Dus ze vragen eigenlijk aan de werkgever een tegemoetkoming. De ouderenregeling, ze willen ook wat gezonder naar hun oude dag toe. De AOW-leeftijd schuift steeds meer op, pensioenleeftijd schuift steeds meer op. En wat ze eigenlijk zeggen is, joh, laat ons nou de laatste 2 jaar wat minder werken. Wij leveren er wat loon in, de stichting doet er wat bij. En we gaan 80% werken tegen 90% loon. De stichting Maasveren, hè, want daar hebben we het dan over, wil niet tegemoetkomen aan de eisen van de schippers. Ze zeggen ze verdienen genoeg. Ja, dat kan je ook altijd wel vinden. Maar ik verdien ook genoeg. Maar ik vind het ook fijn als ik er wel bij heb na 8 jaar. Maar hebben de schippers recht van spreken? Ja, ze hebben recht van spreken. Want? Kijk, alles wordt duurder. Ze hebben de afgelopen jaren, tijdens de crisis, en dat zie je in alle bedrijfstokken, zie je ook in streekvervoer bijvoorbeeld, heel bescheiden geweest met hun eisen. De lonen zijn amper verhoogd. Ja, en dan gaat het goed. En dan houden die werkgevers weer de hand op de knip.
En dus zijn ze actie gaan voeren. Hè. Ze hebben mensen gratis over laten steken. Wat heeft die actie gekost tot nu toe? Ze hebben een paar keer gestaakt. 48 uur stakingen, 24 uur stakingen. Ze hebben gratis overgezet. Dat kost dus de 75.000 euro per dag. Over de 5 veren dan. Volgens mij is dat voldoende om die schippers, die 24, dat extra salaris te geven. Of zeg ik nu iets heel geks? Nee, dat is ruim voldoende. Ja. En een van de argumenten, die is op zich wel grappig. Je moet het altijd lollig blijven inzien. Is van, ja, wij willen de veerprijzen niet omhoog doen. En wij hebben uitgerekend, als je er 5 cent bij doet, nog even los van het geld wat nu al verdwenen is met de staking en met de acties. Als je er 5 cent bij doet, is er niks aan de hand. Dus 5 cent op de prijs, ja. En er is niks aan de hand. En wat zegt de Maasveer? Ja, maar het is ons streven om de veerprijs zo laag mogelijk te houden. En wat zeggen de klanten? Nou, 2600 klanten die hebben inmiddels getekend voor het feit dat ze gaarne bereid zijn 5 cent meer te betalen. En daar zijn ze gistermorgen mee begonnen en dit was de stand van vanmiddag 2 uur. Ik zou zeggen, het probleem is opgelost, maar niet dus. Ja, voor mij, wat mij betreft wel. Ja, maar de stichting Maasveren denkt daar heel anders over. Totaal anders. De acties hebben tot nu toe geen effect gehad. Nou. Waren ook publieksvriendelijke acties, ja. Hè, want scholieren bijvoorbeeld mochten gratis oversteken. Nou, tijdens stakingen is er voor die scholieren gevaren. Ja. Deze week, en daar hebben onze acties middel natuurlijk geen goed aan gedaan, maar dat is een bewuste keuze geweest. Een heleboel scholieren hadden toetsweek, een heleboel scholieren hadden het examen. Die moet je niets vertellen, je moet s'morgens of om 7:30... of om 8:30 overvaren, dan moet je maar zien hoe je tijd doet. En vanavond mag je om 4 uur weer terug. Dat kan je niet maken. Dus we hebben gewoon gezegd, dat gaan we niet doen. Dan maar ten koste van ons actiemiddel. Maar we gaan niet de scholieren dwars zetten. En blijven de schippers zo vriendelijk actie voeren? Ze zijn altijd vriendelijk, maar ze gaan wel hardere acties voeren. En waar moet ik dan aan denken? Nou, ik kan u vertellen dat de zondag een 72 uur staking begint. Dus 72 uur niet meer wordt er niet het meer water waren. Over? Nee. Dat wordt omrijden. Ja, dat wordt omrijden voor heel veel mensen. Want hoeveel mensen maken nou gebruik van die 5 ponten? Op een dag moet je rekenen zo'n 3.000, 4.000. En hoe lang op jaarbasis is het 1,3 miljoen mensen die overgezet worden. En dat gaan ze dan 72 uur volhouden? Ja. En stel dat de eisen dan nog niet ingewilligd worden? Dan gaan we eens kijken of we het nog met 24 uur moeten verlengen. Nou begon ik al ons gesprek hè, dat er veel meer gestaakt wordt. Hè. De buschauffeurs hebben hun werk neergelegd. De veerponten dus. Ook de Lidl in Tiel, hè, zei u net al tegen mij. Het distributiecentrum. Het distributiecentrum. Ja. Hè. Is dat nou toeval? Nou, het is geen toeval dat acties worden gevoerd. Acties voer je op het moment dat nodig is. Wat wel opmerkelijk is dat tijdens de crisis er werd gezegd van we moeten een pas op de plaats maken. Die crisis is voorbij. De directeur van de Nederlandse Bank roept wil omhoog die lonen. Onze eigen lachenbek minister, de president, die vindt dat ook. De werkgevers houden de hand op de knip. En op een gegeven moment zie je ook nog een keer verdere verslechteringen van de positie van werknemers. Minister Koolmees pakt de AOW-leeftijd nog verder aan. Versoepelt nog verder het ontslagrecht. Ja, en dan, ik heb niet voor niks de t-shirt aangetrokken. Stop the war on workers. Precies, hè? Want dat is wat er gaande is. En dan is het niet gek dat er gebeten wordt links of rechts heen. Maar dan gaan we nu gewoon voor ons geld. En dit is pas het begin. Hè? U verwacht nog veel meer stakingen, ook in andere sectoren. Ja, de metaal die komt er ook aan. En je mag verwachten dat onderwijs en personeel ook nog wel wat gaat doen. U bent ook advocaat binnen het FNV. Even om de mensen uit te leggen waarom u dit allemaal aanziet komen. 72 uur gaan de veerponten vanaf zondag plat. Ja. Een eindje om fietsen of rijden. Het is niet anders. Het is heel vervelend. En we hebben ook lang getwijfeld of we dit actiemiddel in moeten gaan zetten. Maar als je op een gegeven moment merkt dat je met watjes op een olifant aan het schieten bent, ja, dan gaat het ook niet werken. Duidelijk, dank u wel voor uw komst. Heel graag gedaan. En iedereen sorry. Sorry? Voor de overlast. Oh, voor de overlast, ja. Ja. Nou, in Beek hebben ze geen veerpont, dat scheelt. Dus mensen hier, u wordt hier niet aangevallen. Nee. We gaan even naar de kinderen, want iedere week laten we ook kinderen kijken naar het nieuws van deze week. En vandaag zijn dat de kinderen van basisschool De Sprengen in Vaassen. Fijn, hè? Ja. Ik vind het wel heel gezellig. Jullie kinderen! Het zorgt vaak voor overlast en is in veel gemeenten een issue. Hondenpoep. En in Hattem dachten ze met een poepzuiger de oplossing te hebben gevonden. Echt zo'n stofzuiger die gewoon zijn kras gaat. Ja. Eigenlijk is het onnodig dat ze dat moeten kopen en moeten uitvinden. Ik vind het zelf heel vies als je stront laat liggen. Ik vind eigenlijk dat het er niet hoort te liggen.
ruim ik het altijd op in zo'n zakje. Je moet je hand in het zakje doen. Pak je die drol en dan doe je hem binnenste buiten. Dat voelt heel warm, dat is heel vies. Ik hou hem meestal aan de bovenkant vast, dus ik voel het niet. Maar ze bewijst het weer, er zijn nette mensen en asociale mensen. Ja. En dan de avondvierdaagse. En dan strak in het gelid en op de maat van een lied. Waar zie je dat nog? Nou, in Lichtenvoorde. Ik wist niet dat Noord-Korea ook een ding is in Nederland was, dat het zo dichtbij zat. Wauw. Ja, ik denk dat Noord-Korea dat fantastisch vindt. Trainen ze daar dan het hele jaar voor of zo? Ik weet niet of ze daarvoor trainen. Je kan mooi een snoepje pakken, want dan moet je langzamer gaan lopen. Het is meer een wedstrijd dan een gezellige avond. Ja, vierdaags lopen. Daar vind ik geen jury bij horen. Nee. Want zingen en de maten, dat vind ik niet zo fijn, denk ik. Want je moet je aan al die regeltjes houden, dit moet je doen. Het is eigenlijk een mini Noord-Korea. Ja, dat wil ik net zeggen. Er wordt toch gestaakt in het streekvervoer. En dus ligt het busvervoer vanaf woensdag in elk geval 3 dagen stil. Ik kan me voorstellen dat je toch wel graag naar de wc wil als je nodig moet. We willen ook meer pauzes. Als je dan ging eten, ging drinken, je dat helemaal niet krijgt, nou, dan zou ik het niet meer leuk vinden. Ik vind ook dat de regering hier wel wat aan moet doen. Als je niet kan plassen, dan kan je helemaal geen bus rijden. En als je niet kan bus rijden, dan kan je nergens heen. Mijn luier dragen kan ook nog. Wat als je dan zit te plassen en het lekt door die pamper heen dat je te veel hebt geplast? Ik denk dat de buschauffeur het ook niet zo prettig vindt. Want die zit er heel lang in. Wie gaat dan je pamper verschonen dan? Als 8-jarig jongetje speelde hij al voor de jeugd van de Graafschap. In 2014, moet ik zeggen, debuteerde hij in het eerste helftal. 3 seizoenen later maakte hij de overstap naar het grote PSV. En deze week het heugelijke nieuws voor de fans uit Doetinchem. Hij keert terug op het oude nest, doelman Hidde Jurrius uit Lichtenvoorde. Ja, klopt. Van harte welkom. Dank je. Ja, hoe voelt dat om daar terug te keren? Ja, heel leuk ten eerste natuurlijk. Ook wel een beetje gek. Ja, je bent 2 jaartjes weg en dan gaat het toch ook wel heel snel weer voorbij. En ja, voor je het weet ben je weer terug. Dus ja, wel heel leuk. Ja, nou word jij voor een jaar door PSV verhuurd aan de Graafschap. Ja, ik dacht daarover na en toen dacht ik, moet ik hem nou feliciteren? Of is het eigenlijk een beetje een nederlaag? Nee, absoluut niet, absoluut niet. Nee. Ik denk dat als jonge keeper, wat ik ben, je de kans krijgt om in de Eredivisie te spelen, dan moet je altijd feliciteren, denk ik. En voor mij denk ik 2 keer, omdat ik gewoon bij een mooie club weer terug ben. Dus je mag me feliciteren. En lekker dicht bij huis. Hè? Ook nog. Papa en mama zullen er blij mee zijn. Op de tribune, ja. De seizoenkaarten is gelijk mijn hele familie. De verkoop is gestegen. De hele familie Jurrius zit op de tribune absoluut, straks. Absoluut. Nou ben jij vorig seizoen gevuurd aan, aan Roda. Ja. Dat was niet een heel best seizoen. Hè? Nee. Roda is gedegradeerd, dat weten we allemaal. Jij maakte een kapitale blunder in de beslissende wedstrijd. Nou ja, als je het zo wil zeggen, dan zeg je het wel overdreven. Een foutje. Maar, foutje. Ja. Ja, dat klopt. Ja, dat hoort er ook bij. En het was een moeilijke periode wel voor mij. Veel kritiek gekregen, wat ook wel terecht was in die wedstrijd. Maar ja, een beetje een fout op het verkeerde moment. En dan daar leer je wel veel van, denk ik, wat je dan meemaakt. De kritiek van de mensen uit Kerkrade was niet mals als het ging om dat klopt, deze dat man klopt. Tegenover maar gelukkig mij. Vaak in dialect, dus dan verstond ik het toch niet. Nee, dat is waar. Maak je geen chocola van? Nee. Nu maak ik er grapjes over. Maar het was een hele vervelende periode, ook voor die club. Als je ziet hoe ze nu weer alles aan moeten doen om weer de boel voor elkaar te krijgen. Dat is gewoon heel vervelend. En dat was een heel vervelend moment. Het was ook niet jouw beste seizoen, hè? Los van dat foutje. Nee, ook niet. Alleen je merkt gewoon dat als keeper je op 2-3 momenten een stempel krijgt. En dat is prima. Alleen ik weet voor mezelf wel dat ik ook hele goede wedstrijden gespeeld heb. En ja, het was ook wel leren, omdat je in een omgeving bent waar je niet vandaan komt. Maar nu ben ik weer terug. Dus. Dan heb je een jaartje jong PSV achter de rug. Ja. Je zat ook op de bank bij het grote PSV tijdens de Champions League. Is ook best een lekker gevoel. Ja, dat was wel leuk. Dan een jaartje je Roda en nu dus naar de Graafschap. Wat heb jij van de afgelopen jaren geleerd? Nou ja, dat verschilt een beetje. Het eerste jaar was vooal veel meedoen. Dus bij het eerste van PSV. En wat je zegt, op de bank gezeten in de Champions League. Dus heel veel nieuwe dingen gezien. Veel geleerd. Hoog niveau getraind. En wat in de Jupiler League mijn wedstrijden gespeeld. Wat gewoon prima was. Nou, dat was een goed jaar. En ik denk de leermomenten van vorig jaar zaten vooral in de kritiek. Hoe ga je daarmee om? En dat is toch ook wel heel belangrijk, denk ik. Maak je ook sterker, zeker absoluut. Als mens. Ja, absoluut. En niet onbelangrijk voor een keeper, hè? Want die moeten altijd staan. Ik lees het overal over keepers, over Buffon. Waarvan ik denk, van die man hoeft zich toch niet druk te maken. Die gaf een interview over angstaanvallen en dat soort dingen. En dat geeft wel aan wat voor druk er soms op staat. Al is dat natuurlijk een heel ander niveau, maar
Ja, dat geeft wel aan hoe je daarmee om moet gaan. Ja. Als keeper doe je het alleen maar goed als je de nul houdt. Hè? Ja, nou ja, ik zeg, als je als spits 9 keer mist en je scoort 1 keer, is het goed. Dan ben je de gevierde man. Als je als keeper 9 reddingen maakt en 1 fout, dan ben je de Sjaak. Ja, ja, dus, je had een ander vak moeten kiezen, jongen. Ja, nee, ik zei tegen Colin, ik was graag artiest geworden, maar ja, dat zat er niet in. Je kunt niet zingen. Nee, niet zingen. Ja, ik ook niet. Nou, zei jij van de week, ik hou van die club, ik hou van de mensen. Daar ligt het niet aan. Nee. Maar het is nu wel moeilijker, omdat ik niet nu uit de A-jeugd kom. Nou ja, dat was in die tijd van de onderhandelingen, was dat een interview. Ja. Want ze vroegen van, ja, waarom ben je er nog niet? Ja, kijk, en toen zei ik van, nou ja, als je vanuit de jeugd komt, dan als je bij wijze van spreken een zak snoep mee krijgt, dan ga je het doen. En nu zitten er alle haken en ogen aan zo'n constructie, waardoor het langer duurde. Dus dat was daarom, dat bedoelde ik daarmee eigenlijk. Ja, nu vroeg ik me af, word jij dan ook de eerste doelman bij de Graafschap? Want we hebben ook nog Agil Etamari. Ja. Jordi Rondeel ook nog. Ook nog, maar ja. Elmari is toch, het Etamari moet ik zeggen, ja. Is toch de reserveman, was dat het afgelopen seizoen. Ja. Geen onverdienstelijke keeper. Nee. Moet je met hem de strijd aan of heb jij toezeggingen zeker. Gekregen van de Graafschap? Nee, geen toezeggingen. Nee, dat moet ook niet. Ik denk dat ook niet goed is. Ik denk dat dat zowel voor die andere keepers als voor mij het beter is dat je gewoon gaat kijken wie de beste is. En dat heeft Henk de Jong ook tegen mij gezegd met een heel eerlijk verhaal. En dus ja, het is aan mij nu. Hedde, wie is de beste? Nou ja, uiteindelijk denk ik wel dat ik eerste keeper ga worden. Maar ik ga ervan uit dat Agil, als hij hier had gezeten, dat ook zou zeggen. Dus ja, ja. Daar zit niet zoveel verschil in. Het zou gekker zijn als ik zou zeggen dat Agil de eerste keeper wordt, denk ik. Dat zou ik ook heel raar vinden. Daarom. Dus, had dus ik je niet eens uitgenodigd, denk ik. Nee. Dus ik zet in op mezelf dan. Nou, dat zijn jouw persoonlijke verwachtingen. Mm-hmm. Als we het over de Graafschap hebben, blijven die dit seizoen dan wel een keer iets langer in de Eredivisie? Dat zou wel mooi zijn. Ik denk dat de Graafschap met de achterban die ze hebben, dat ze richting clubs als Zwolle, Heracles kunnen kijken hoe zij dat gedaan hebben. En om die stap te maken zou denk ik in de geschiedenis van de Graafschap wel een keer... Nou, tijd worden wil ik niet zeggen, maar het zou mooi zijn, omdat je toch merkt... Nou, het wordt dat, tijd. Ja, nou, misschien wordt het dan tijd. Maar het zou gewoon mooi zijn als de Graafschap een stabiele club wordt in de Eredivisie. En ja, dat we de hele regio, wat al gebeurt, erbij kunnen betrekken. En volgens mij is dit het seizoen, hè? Want als we kijken naar de klopt. Top in de Jupiler League, volgens mij is die nu nog wat zwaarder dan straks onderin er zijn veel op papier mindere clubs, maar dat houdt ook niet. De Graafschap gaat daarin mee. Je hebt Emmen, de Graafschap... dus je hebt wat clubs die nieuw komen. En iedereen moet vechten voor zijn plekje, denk ik. Nou sta je nog tot juni 2021 onder contract bij PSV. Ja. Was kopen voor de Graafschap geen optie? Nee, dat was al vrij duidelijk. Niet alleen voor de Graafschap, hoor. Gewoon überhaupt. PSV wilde maar alleen verhuren en was geen sprake van een transfer. Nee. Wat zegt dat? Dat ze nog vertrouwen in je hebben? Ja, dat denk ik wel. Ik denk als je dat op zakelijk gebied ziet, dat ze de verwachting hebben of winst te maken op mij. Of ik word eerste keeper. Ja, zo is het. Ja. Wat denk je zelf? Word jij de eerste keeper ooit bij de landskampioen? Ja, nou ja, daar hoop ik. Daar ga ik volledig voor. Ik denk dat het doel is wat ik nu gesteld heb. En ja, ik denk altijd, je kan maar goed zo goed mogelijk voor het hoogste doel gaan. En alles wat daaronder zit, dat zien we dan wel. Welke termijn moet ik denken? Nou ja, wat zei je? Ik had nog tot 2021. Ja. Hè? Dus ja, als het in die tijd gebeurt, ben ik tevreden. Ja, nou, ik denk veel Achterhoekers met je. Ja, dat zou mooi zijn. Dan stijgt daar ook de verkoop van de seizoenskaarten. Ja, dat denk ik wel. Ja, dat absoluut. Gaat hoop de familie Jurjes gewoon die weer mee? Gewoon mee. Die gaan mee gewoon naar Eindhoven. Ja, absoluut. Nu is het altijd heel fijn met de Graafschap dat er weer een Achterhoeker straks op het veld staat. Ja. Nou is er nog een naam die steeds genoemd wordt. Ted van der Pavert. Ja. Jij hebt vast contact met hem gehad. Ja, dat heb ik altijd met Ted. Ik denk dat we deze week toevallig hadden we nog een verjaardag van Leon Kaak. Zei ik net ook op de radio. En daar waren al die jongens waar ik toen mee gespeeld heb. Dus Robin Pruppen, Vincent van mij en ook Ted. Maar ja, dit is echt aan Ted zelf. Ik zou hem heel graag naast me hebben in de kleedkamer. Maar ik weet niet hoe zijn aanbieding eruit ziet. Ik weet niet hoe zijn andere aanbieding eruit ziet. Hoe schat jij de kans in? Nou ja, ik zou zeggen, kom lekker naar de Graafschap. Maar ja, ik weet niet. Maar dat zegt ook wel wat over die club, hè? Ja, tuurlijk. Als je dan kijkt ook naar de wedstrijd, wat allemaal moest gebeuren. Die promotie bewerkstelligen. Hoeveel oudspelers daar dan op de tribune zitten. Ja, ik denk dat echt een mooi beeld geeft van hoe jongens het beleven bij de Graafschap. En wat de mensen in het stadion en in de omgeving eraan doen om die jongens zo'n gevoel te geven. En ik denk dat je bij heel veel clubs bijna het gevoel hebt van... Dat zijn die verwende spelers, bij wijze van spreken, die op het veld staan. En bij de Graafschap heb ik het gevoel dat de mensen die eerder zien als hun zoon, die bij wijze van spreken op het veld staat, zo benaderen ze. En dat is wel een heel mooi gevoel, denk ik. En dat blijkt wel, dat alle jongens terug blijven komen. Zoon Hidde is weer thuis. ja, letterlijk ook, hè, bij mijn ouders. Maar nee. Ik hoop dat je een heel mooi seizoen hebt met de Graafschap. Dankjewel. Dat jullie in ieder geval in de Eredivisie blijven. Ja. En ik gun het jou ontzettend dat je ooit in het eerste elftal van PSV komt te staan. Dankjewel. Ik zou zelf een andere club kiezen. Gaan we het straks over hebben. Applaus en wens hem succes. Ja.
Ja, zelfs in landen waarin normaal gesproken voorkomt, wordt hij bijna nooit gesignaleerd. En dus was het heel bijzonder dat hij van de week gespot werd in de bossen bij Ruurlo. En ook nog op de film gezet. Ik heb het over, ik moet even kijken hoe het beest het ook alweer heet, goudjakhals. Deze beelden werden vorige week gemaakt in de bossen in de buurt van Ruurlo. De goudjakhals werd al 2 keer eerder gespot op ecoducten op de Veluwe. De goudjakhals. En daar ga ik over praten met Glenn Lelieveld van de Zoogdierenvereniging. En zijn stagiair Joliene Wellink. Van harte welkom. Ja, we hebben de beelden net gezien, hè, die gemaakt zijn eerder deze week in Ruurlo. Leg mij nou eens uit, Glenn, waarom dit sensationele beelden zijn. Nou ja, het is gewoon super gaaf dier natuurlijk. Het is een prachtig dier, de goudjakhals. Maar het is ook pas de 3e keer dat hij überhaupt in Nederland gezien is. Alle 3 de keren ook nog in Gelderland. En ja, overdag, het is gewoon een nachtdier. En dan al joggend kom je in het bos zo'n goudjakhals tegen. Nou ja, waanzinnig. Ja, dat is zeker waanzinnig. Want waar komt dat beest normaal gesproken voor? Hij heeft zijn verspreidingsgebied in de Balkan en verder naar het oosten tot aan Bangladesh en toe. Dus hij rukt nu echt op door Europa. Dus het is echt waanzinnig dat hij nu gezien wordt. Jij zegt 3 keer gespot, 3 keer in Gelderland. De wolf werd ook al gespot in Gelderland. Zijn wij zo'n goede provincie voor deze dieren? Ja, als je kijkt naar de Gelderse natuur, is het echt prachtig leefgebied voor wolven en goudjakhals. Dus het is gewoon logisch dat ze hierheen willen komen. En is het een gevaarlijk dier? Moet ik me zorgen maken? Nee, helemaal best dicht niet. Bij huis. Nee, de goudjakhals is maar zo'n 15 kilo. Is gewoon lekker bezig met zijn eigen dingetjes. Hij is echt niet gevaarlijk voor mensen. Gewoon lekker genieten als je er ziet. Maak een foto en stuur hem op. En kunnen we nu zeggen dat de goudjakhals permanent in Nederland is? Nou ja, we hebben dus pas 3 waarnemingen gehad. Dus dat is nog een beetje vroeg. Maar de verwachting is zeker dat hij de komende jaren veel vaker gaat opduiken in Nederland. Je hebt jouw stagiaire meegenomen, Jolien. Jij klopte bij de Zoogdierenvereniging aan om stage te lopen. Want je wou eigenlijk iets doen met de wolf, hè? Ja, dat klopt. Ja, wat zei Glenn toen? Ja, nou ja, hij had precies het onderzoek gedaan dat ik eigenlijk zelf wilde doen. Maar dat had hij al gedaan. Maar hij zegt tegen mij, je kan het over de goudjakhals doen. Maar ja, op dat moment wist ik nog helemaal niet wat dit dier überhaupt was. Dus, je had nog nooit van de goudjakhals gehoord? Nee, ik had nog nooit van de goudjakhals gehoord. Nee. Nee, maar het is een heel leuk dier. Ja. Je bent er nu een beetje van gaan houden. Ik ben er zeker van gaan en houden. Waar deed jij precies onderzoek daar dan? Ik heb gekeken naar waar die geschikte leefgebieden zou kunnen vinden in Nederland. En ja, grappig. En dan juist tijdens jouw stage wordt het dier gespot in Ruurlo. Nou ja, het antwoord kreeg je direct. Einde stage. Ja, klaar. Klaar. Nou, tot nu toe volgt hij wel de regels op, dus dat is allemaal goed. Ja, wat deed het met jou dat het dier gespot werd? Ja, superleuk. Ja, ik ben alleen maar bezig op een computer. Gewoon literatuur lezen. Dus op het moment dat je hoort dat hij ook echt gespot is in Nederland, ja, dat is echt heel erg leuk. Een cadeautje tijdens je stage. Ja. Waarom zijn ze hier? Je hebt onderzoek gedaan. Nou, waarom? Ze vinden hier eten. Ze vinden hier de dingen die ze nodig hebben. Dus ja, vinden ze wel prima. Wat eten ze? Ja, het is een omnivoor, dus ze eten voornamelijk kleine knaagdieren. Maar ook gevallen fruit en afval vindt hij heel lekker. Oh, afval genoeg. Ja. Glenn. Ja, nou ja, we zijn iets netter hier in West-Europa dan bijvoorbeeld de Oost-Europese landen. Denk aan Griekenland, waar toch echt gewoon regelmatig straatafval naast de kant van de weg wordt gelegd. Dus ik vermoed dat hij in Nederland veel minder het afval achterna gaat dan. Nou begon ik dit gesprek door te zeggen dat zelfs in landen waar het beest eigenlijk voorkomt, nauwelijks wordt waargenomen. Hoe komt dat? Nou ja, het is gewoon een nachtactief dier, zoals bijna alle zoogdieren in Europa. He, wij zijn overdag heel erg druk bezig, dus alle dieren verschuiven hun belangrijkste periode. Eigenlijk na de nacht, zo ook de goudjakhals en de wolf. Dus het is heel erg zeldzaam om zo'n dier, en zeker met zulke mooie beelden, overdag te zien. Ja, smullen voor jou. Ja, mooie week, hè? Ontzettend gaaf. Ja. Nou ben je ook van wolven in Nederland. Daar heb je al eens eerder over gesproken hier bij ons in de uitzending. Kunnen die beesten een beetje goed met elkaar? De wolf en de goudjakhals? Ja, de wolf zal het allemaal niet zo heel erg vinden. Maar de goudjakhals die wordt toch wat weggedrukt door de wolf. Als een goudjakhals te dicht bij een wolf zou komen, dan zal de wolf hem ook echt aanvallen. De wolf houdt niet zo van concurrentie. En ja, de goudjakhals die heeft nog ruimte genoeg in Nederland om naast de wolf te kunnen leven. Dus dat zou is geen kunnen, probleem. Ze kunnen naast elkaar bestaan. Maar ja, ze moeten elkaar niet tegenkomen. Nee, dan loopt misschien voor die goudjakhals iets minder goed af dan voor die wolf. Dan loopt het slecht met hem af. Nou vinden mensen het altijd heel lastig als ze een dier waarnemen. Is het nou een wolf? Is het een herder? Is het een, nou ja, van alles. Maar als ik nou de goudjakhals vergelijk met de wolf, wat is dan het verschil? Nou ja, die goudjakhals is echt een stuk kleiner. Het is maar 15 kilo dier, terwijl een wolf echt tegen de 40 kilo aan zit.
Maar hij lijkt een beetje op een wolf, ook qua vachtstructuur en kleur. Maar het heeft echt een vossenkop. Hè? Een spitsere snuit, een brede plumage, een beetje aan zijn wangen, zeg maar. Het ziet er wel echt anders uit. Een kleine wolf met een vossenkop en een mooie gouden vacht. Precies. Ja, nog heel even over die wolven. Jij was toen bij ons, was ontzettend blij dat hij gesignaleerd was in Nederland weer, ook in Gelderland. Nu las ik van de week een bericht van de VVD, die zeggen, afschieten die wolven. Ze eten de schapen op. Ja, helaas. Wat dacht jij toen je dat las? Eerst wat ik dacht, wat een onzin. Want er zijn prima maatregelen om te zorgen dat die schapen beschermd worden voor wolven. Precies dezelfde maatregelen zijn ook effectief tegen schade door goudjakhalzen trouwens. En dat kost allemaal niet zoveel. Dus ik begrijp niet waarom de VVD het nodig vindt om wolven te schieten. Nou, bij deze is dat gezegd. Hoe is het met de stage van Jolien? Doet ze het goed? Ja, ontzettend. Echt prachtige resultaten zijn eruit gekomen. Hoe lang moet je nog of ben je al klaar? Dit is mijn laatste dag. Je laatste dag? Ja. Oh, je hebt je cijfer binnen? Nee, die nog niet. Nog niet? Kunnen we dat hier dan even bekendmaken tot slot? En dan ga ik naar Colin. Oh, nou ja, daar zijn, gaat de universiteit zelf over. Ik mag hoogstens advies geven. Wat ga je adviseren dan? Nou, een hartstikke goed cijfer. Een hartstikke goed cijfer. Nou, gefeliciteerd jullie alvast. Dank je wel voor de komst. Heeft ze een applaus. We gaan naar Colin Hoever. Colin ziet mij niet, maar hoort me wel. Hij heeft wel opgelet tijdens de uitzending. Tuurlijk. En gaat het allemaal samenvatten in 1 minuut. Zet hem op, Colin. Stevig blijven smeren, de zon gaat nog niet weg. Een hitteplan, wat moet ik dan? Moet mijn barbecue nou weg? Maar ondanks alle hitte, de goudjakhals komt langs. Oh, en de gekte die barst los in Gelderland. Welkom terug, zo'n hidde, weer op het boerennest. Stopt straks elke bal als superboer, de fans vinden het best. Oh, en schipper, mag ik over? Of blijf ik aan de kant? Veerman, kom in actie, hand in hand. En ik ga denk ik ook maar staken, want het is mij gewoon te heet. Geen idee bij ik wie ik moet klagen, misschien dat onze Kees het weet. Ik zou zeggen, Colin, stel dat staken dan nog een weekje uit. Want we hebben nog 1 week van Gelderland hè, voor de zomer. Daarna mag je even mij 6-7 weken lang staken. Gaan we doen. U bedankt voor het kijken trouwens naar de Week van Gelderland. Wilt u hier volgende week zijn in ons Mediacafé, dan bent u van harte welkom. Voor nu een heel fijn weekend. Geniet van de zon. Dank u wel.